Goeiedag. Tijdelijk meer wind en meer bewolking zorgde voor het verdrijven van die zomerhitte van afgelopen week. Maar vergeleken met dit plaatje ziet het weerbeeld voor het weekend er wel iets zonniger uit. Maar die temperatuurdaling die zet nog wel even door. Zaterdagochtend heeft vooral het oosten van het land nog met wolkenvelden te maken. Maar dat trekt geleidelijk weg richting Duitsland. En ten oosten van ons bevindt zich ook de meeste wisselvalligheid. Daar een lage drukgebied. Maar ten westen van ons, boven de Britse eilanden en boven de Noordzee, komt juist een hoge drukgebied tot ontwikkeling. En dat zorgt voor heel rustig weer tijdens het weekend. Wel een overwegend noordelijke windrichting, dus vanaf de Noordzee wordt een relatief koele lucht naar ons land getransporteerd. En daardoor zal de temperatuur nog iets verder gaan dalen. Op zaterdag dus een matige noordwesten tot noordenwind. En vooral in de kustprovincies is die wind af en toe wel duidelijk te merken. Daar is het zo'n 21 tot 23 graden. En in het binnenland, vooral in het oosten en zuiden, daar is die warmte van de afgelopen dagen nog wel een klein beetje blijven hangen. En daar wordt een maximumtemperatuur van zo'n 24 graden verwacht. Kan het lokaal nog net zomers warm worden met 25 graden. Die noordenwind houdt aan, hebben we ook zondag nog mee te maken. En dan daalt de temperatuur nog ietsje verder. Zo'n 20 graden aan zee tot nog 23 in het zuiden van het land. En dat hoge drukgebied weet na het weekend nog niet van wijken. Dan houden we te maken met vrij zonnig en droog weer. Wel door die aanhoudende noordenwind geen extreem hoge temperaturen meer. Deze waarden zijn gemiddeld voor het midden van het land. En dat zijn eigenlijk hele normale waarden. Vanaf woensdag kan het mogelijk wel weer iets warmer worden met zo'n 24 graden. En dan kan het in het zuiden en oosten regionaal misschien nog wel weer zomers warm worden. Maar na het weekend dus ook nog rustig en droog weer.